En de BOG-hotline 178, 178 is weer operationeel. Dit bevestigt Sarita Demnoff, arts bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Er was een technisch probleem met de lijn, waardoor de verbinding slecht was. Demnoff zegt dat veel mensen gebruik maken van de hotline. De mensen bellen vooral als ze COVID-19 symptomen hebben. De arts stelt dat veel mensen de contact maken, kortademig zijn of koude rillingen en lichaamspijnen hebben. Veel minder personen hebben last van diarree en braken. Demnoff geeft aan dat dit wel het geval was toen de Delta-variant zich in Suriname verspreidde. Met de komst van de Omicron-variant blijken veel meer mensen last te hebben van pijn op de borst en in de gewrichten. Op het COVID-19 dashboard viel af te lezen dat gisteren 1351 mensen positief getest zijn en dat er 5 doden waren als gevolg van het virus.